Hans, we rijden hier naar de Veluwe. Wat gaan we hier doen vandaag? Nou, man, we gaan iets leuks doen. We gaan naar het plaatsje Harskamp bij Stroe. En daar gaan we een van mijn hobby's weer verrijken. Fazant te kopen. Zeg Hans, zitten we hier in de jungle of... Ja, de jungle. De Veluwse jungle, ja. Hier gaan we fazanten vangen? Hier gaan we fazanten vangen, ja. Die zitten wel in een kooi gelukkig. Want we hoeven ze niet in het wild te vangen, maar ze zitten hier ook wel in het wild, ja. Prachtig gebied, hè, zo. Meneer Voorthuizen, hoeveel fazanten heeft u hier zo? Hoeveel zou ik er hebben? Ik denk 200. 200? Ja, wanneer ben ik ermee begonnen? Dat is 10 jaar oud was al. Ja. En nu ben ik inmiddels 60, dus... En wat vindt u zo mooi aan fazanten? Ja, bijzondere kleuren, hè. En dit zijn dus helemaal gelevigde beesten. Dat wil zeggen dat de vleugels al gehalveerd zijn bij geboorte. Ja. Maar de andere vleugel is nog heel, zo je ziet. Nou, en die ga ik nou dus ook inkorten, zodat ze niet weg kunnen vliegen. En dan kan je gewoon afknippen. Ja. Want hoeveel ben je er al kwijtgeraakt, Hans, zei je? Nou, een stuk of 10 alweer. En door? Roofdieren? Ja, wegvliegen en vossen en roofvogels. Het is elke keer wat. Dat. Ik kan dit zo open doen. Dan is het een mooie lange. Maar ik kan hem ook scheiden. Dan heb je 3 kooien. Ja? Door het hotel voor de fazanten eigenlijk? Het is een hotel voor de fazanten, ja. Wat een mooie omgeving hebben ze hier, Hans. Dit is een heerlijke plek voor de fazanten.